Ik ben Ziggy Tabacznik, 43 jaar. Een van de studenten aan de Johan Cruijff Academy die gestart is met de opleiding toen het allemaal begon. En inmiddels in 2004 afgestudeerd daar. En eigenlijk gelijktijdig begonnen met het bedrijf Two Basics. Samen met oud-judoka Ruben Haukes. En we zijn al 18 jaar onderweg. Nu 3 bedrijven. Schooljudo Hero, de MQ-scan en Two Basics. Een marketingbureau, Two Basics en 2 bedrijven die zich vooral bezighouden op het basisonderwijs. En daar geef ik dagelijks een stukje leiding aan. Ik ben ambassadeur geworden van de Johan Cruijff Academy, omdat ik geloof dat netwerk een belangrijk element is in je werkzame leven. Middels netwerk kan je met bepaalde mensen in contact komen, kan je geïntroduceerd worden, waar het soms door net even iets makkelijker is om iets voor elkaar te krijgen of iets waar je naartoe wil, bij binnen te komen. En ik hoop en ik denk dat ik middels mijn ambassadeurschap en de afgelopen 18 jaar aan wat ik heb opgebouwd en de mensen die ik ontmoet heb, dat hopelijk ook een stukje door kan geven. En daarnaast hoop ik dat ik ook als ambassadeur de mogelijkheid hier binnen onze bedrijven kan bieden voor stages, learnings, mensen die eens een keer mee kunnen komen kijken om te zien wat wij doen. En nou ja, of dat iets is waar je mogelijk als student zelf in past. Of de mensen die inmiddels al klaar zijn met de studie, misschien het wel interessant vinden om hier ook aan de slag te gaan of nou ja, met mij kennis zouden willen delen. Als ik jullie wat mee mag geven, in ieder geval wat ik in ieder geval de 18 jaar heb meegenomen, is van blijf vooral heel dicht bij jezelf en open en eerlijk in je communicatie. Ik denk dat je daarmee heel ver kan komen.